Wat is dat dan? Dit is een soort bossen gehaktbal. Moet je kijken. Komen zij dan weer mee aan? Nieuws. Nou, we zijn hier ergens in Nederland. En kijk, daar staat hij al voor de kenners. Chef Erik, hallo. Ben je weer bezig? Ja, ik ben even pizzatjes aan het maken. Ja, is het zover? Altijd, hè? Ja, ik kan niks anders doen. Ja, we kunnen er niet meer omheen. TikTok. Ja. Helemaal viraal. Hoe krijg je je oven aan? Ja, die vraag die krijg ik dus best wel vaak. Nou, ik vertel het je terwijl ik een pizza quattro formaggi maak. Eentje met dus heel veel kaas. Eigenlijk is het heel simpel. Ik maak gewoon een soort Jenga-stapeltje van de open haardhout. Dan leg ik daar een paar aanmaakblokjes onder. En dan, hup, de fik erin. En binnen een half uur is die bloedheet en klaar om pizzatjes te gaan bakken. Leg even uit voor de mensen die het niet kennen. Miljoenen views, honderdduizenden, nee, ook miljoenen likes. Het loopt helemaal stijgt helemaal de pan uit. Ja, het is wel een beetje bizar. Want ik ben niet de typische TikToker, zeg maar, met mijn leeftijd. En een jaartje geleden zijn we ermee begonnen. Ja. En gewoon met het idee, ja, dat zie je nu niet. Maar normaal heb ik hier een cameraatje zitten. En dan film ik gewoon zo lekker dat ik aan het pizza bakken ben. Ja. Dat was wat we deden. En dan maakten we daar een leuk filmpje van 30 seconden. Ja. Verhaaltje erbij. En het ging als een speer. Dit slaat enorm aan. Ja, ik denk dat dat komt omdat iedereen houdt van pizza. Tenminste, bijna iedereen houdt van pizza. En je ziet ook gelijk wat we aan het doen zijn. Weet je wel, er ligt zo'n flap hier voor me. Ja, niemand denkt, wat zijn we aan het doen? Nee, je ziet gelijk, oh, pizza. Dus het is gewoon bam, in één keer duidelijk. Mensen vinden het lekker. En toen zei Jelle van, ja, maar wij hebben die pizza over. Ah, dan komt hij net aanlopen. Het creatieve brein achter het TikTok-kanaal. Nou, niet te veel eer, niet te veel eer. Nee, ja, klopt. Het was mijn idee eigenlijk om de pizza's te gaan filmen. We hebben die over 17 jaar in de tuin staan. En ik maak dezelfde tijd al wat content op YouTube voor een heel erge niche audience. 200 man keken daarnaar, dus nu is het iets meer. Wat jullie ook altijd doen in de video's is ingaan op de reacties. Mensen vragen, maak zo en zo'n pizza. Ja. Ja, ik had eigenlijk wel zin in een pizza ook. Mag ik er eentje voorstellen? Ja, tuurlijk. Doe je best. Ben jij een fijn proever? Ik ben benieuwd. Wat wordt het? Nou, dit wordt niet heel culinair. Ja, wat wordt het? Gehaktbal, dacht ik. Gehaktbal? Pizza met gehaktbal. Kan dat? Ja, alles kan, maar hoe dan? Dan rolt hij toch af? Ik heb een gehaktbal meegenomen, die rolt nergens heen. Ik ga hem even halen. Wat is dat dan? Dit is een soort bossen gehaktbal. Bossenbol variant. Ja, natuurlijk. Zo, ruikt wel lekker, zeg. Jongens, heb je ooit zo'n gehaktbal gezien, joh? Moet je kijken. Komen zij dan weer mee aan? Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, we gaan hem even een stukje snijden. En dan doen we er gewoon wat kaas en tomatensaus bij. En volgens mij hebben we dan een heerlijk pizzaatje, hoor. En het is zo hard gegaan dat je baan hebt kunnen opzeggen. Ja, nou, ik heb mijn baan. Het is eigenlijk een beetje, je moet het eigenlijk een beetje andersom zien. Wij wilden dit serieus gaan doen. Dus ik heb mijn baan eigenlijk al opgezegd voordat dat kon. Okay. Met het idee van, ja, als je dat niet doet, dan ga je het nooit serieus nemen. Ja. En dan ga je dus nooit voldoende tijd erin stoppen. Dat is nogal een groot stap. Ja, dat is het ook, ja. Maar goed, aan de andere kant, ik heb toen wel gezegd, van, nou, als het voor een bepaalde datum niet lukt om er iets mee te verdienen, om er iets aan potentieel ook te zien, of de toekomst te zien, en dan kap ik er weer mee. Dan ga ik gewoon weer een echte baan zoeken, zeg maar. Maar tot nu toe houden we het nog vol. Ja, wordt er al wat mee verdiend? Nou, het is echt minimaal. Het is genoeg om een beetje uit de kosten te komen. Hey, zullen we die pizza er even in gooien? Dit is het moment, hè? Ja, dan gaat hij de ballenpizza. Ik vind het echt een origineel idee, man. Pizza gehaktbal. Ja. Speciaal verzoek. Wat denk je ervan? Ja, ik denk dat die lekker is. Hey, eet smakelijk. Proost. Proost, gehaktbal. Oh, hij is heet. Jullie hebben heel veel pizza's al gegeten natuurlijk, verschillende. Is dit nou de lekkerste die je ooit op hebt? Oei, nee, de lekkerste. Wel toch? Dan moet je toch... Ik vandaag is dit wel de lekkerste. Vandaag wel, ja. Vandaag wel. Nou, dat was weer een knap staaltje journalistiek, al zeg ik het zelf. Maar heb jij nou nieuws waar wij een video over moeten maken? Omdat je bijvoorbeeld ruzie hebt met je buurman, of je doet mee aan het WK triangel spelen, of misschien is je kat zelfs al ontploft. Tip dan de redactie hier beneden via de link in de beschrijving.